Sorry, sorry. Sorry. Sorry, sorry. Ik ben dus Vera. Ik denk dat jullie me wel kennen van de Flexe Meiden en Flexe Gasten. Ik ben dat stille, beetje nerdy meisje dat niet graag op de voorgrond treedt, zeg maar. Ja. En ook ben ik die een beetje obsessieve tech-specialist die vorig jaar het hele schoolsysteem had gehackt. Omdat ik boos was op Cindy, mijn allerbeste vriendin. Maar gelukkig hebben we het goed gemaakt, want haar wil ik echt nooit meer kwijt. Ik was niet zo heel goed in voor mezelf opkomen. Er is niks aan jou. Dat meisje was dat wel. En vanaf toen waren we beste vriendinnen. Onafscheidelijk. Besties forever. Hier. Mijn best bewaarde geheim. Het lekkerste ijs ooit. Ijs met mint chocoladesmaak is gewoon heel erg goor. Maar ja, je moet iets voor je beste vriendin over hebben. Heerlijk! Ja. En ook al zijn er door de jaren heen steeds meer vrienden bijgekomen. Love you, Nova. Tot snel, vriendin. Poesemoes! En zelfs een vriendje. Schijntje! Zijn we nu hechter dan ooit. Weet je, een beste vriendin is de belangrijkste persoon in je leven, hè? En daarom moet je altijd bij elkaar blijven. Wat zeg je? Emigreren. Naar Nieuw-Zeeland. Maar waarom? Het is voor mijn vaders werk. Een kans uit duizenden, zegt hij. Ik ga je zo missen. Ik ga iedereen missen. Kan dit niet? Jawel. Sintje kan dit wel. Je gaat misschien naar het einde van de wereld. Maar dit is niet het einde van de wereld. Jawel. Dat is het wel. Echt het allereindste einde van de wereld. We zouden altijd bij elkaar blijven, zei ik toch? Nou, dan is het nogal niet de bedoeling dat ze naar de andere kant van de wereld gaat verhuizen. Achter elkaar in een triple looping achtbaan. Ver, deze bucketlist gaan wij nooit afkrijgen. Ik ga al zo snel weg. Forever. Hé, hey, maar een potje airhockey in de arcadehal gaat makkelijk. Of op school slapen. Nee, Ver, zelfs dat kan niet. Nee, ik moet nog alles inpakken. Alles, letterlijk. Alles moet in een doos. Mijn hele kast in een... In een box. Ik moet Engels praten. My whole... ik kan niet eens Engels. I'm going crazy. Crazy. Cindy, go crazy. Snap je oude vrees. Ik heb een idee. Ik ga voor jou een afscheidsparty organiseren. Als een soort surprise party. Dat heb ik tenslotte al eens eerder gedaan. Hallo! Surprise! Waar is iedereen? Oh, ja. Oh, ik wist dat ik iets vergeten was. Stom. Geloof me, hè? Ik kan dit. Denk ik. Hoop ik. Moet. Zou je dat echt voor me willen doen? Dat zou ik echt geweldig vinden. Jij krijgt het perfecte afscheid. Dat kan ik. Ik heb het van de beste geleerd. Dus ik beloof het. Maar weet je zeker dat ik niet een heel klein beetje moet helpen? Eddie! Eddie, kom eens. Goed zo. En hoog. Kom maar. Goed zo. Goed zo, voorzichtig. Hey, mam. Wat denk jij, zijn gouden glitters fout? Of juist wel heel erg Cindy? Ja, ja. Kun jij mij helpen vanmiddag?
Die camera is nieuw. Nee, ik heb geen tijd. Ik moet nog een heel afscheidsfeest organiseren voor Cindy. Oh, een heel feest? Wat heerlijk. Oh, zal ik een godinnenworkshop aan jullie komen geven? Als jullie de Artemis in jezelf ontdekken, dan loopt je liefdesleven als een trein. Afrodite. Ga ik steeds door elkaar. Meintje Stevens, hallo. Mijn moeder is echt best wel leuk, hoor. We deden altijd de gekste dingen samen, maar ze heeft zich sinds kort helemaal op coaching en de Griekse godinnen gestort. En nu kan ik geen normaal gesprek meer met haar voeren. Goed, hè? Leuk. Zie ik je dan. Weet je hoe lang wij elkaar al niet hebben gezien sinds gisteren? 754 minuten en 16 seconden. Oh, schatje patatje, dat is 27 minuten langer dan gisteren. Oh. Aan de kant, Snoezeboes. We moeten Cindy nog zoveel mogelijk huggen nu het nog kan. Dag, poesemoes. Doei. Oké, Frans, wat hebben jullie? Auw, sorry. Sorry. Is dat die nieuwe? Roxy. Ja, zit bij ons bij Frans. Dus ze schijnt van haar vorige school afgestuurd te zijn. Vet. Nog één dingetje. Vera gaat mijn afscheidsfeest organiseren. Kunnen jullie haar helpen? Wat? Helpen? Het is toch veel te veel werk in je eentje? Ja, doen we. Tuurlijk. Ik heb alvast een meeting ingepland voor vanmiddag 1500 uur. Wees niet bang. Nee, ik ga me er niet mee bemoeien. Maar ik heb nog een paar leuke dingetjes op papier gezet. Ja, ik dacht dat ze heel leuk zouden kunnen zijn, dus... Kijk maar. Oh my god. Kom, Slome. We zijn te laat. Ja. Bonjour. Prenez vos livres. Wat is dat? Wat zegt hij? Dat je boeken moet pakken. Het is Frans. Dat snap ik, ja. Maar dat spreek ik niet. Oh. Livres, boeken. Prenez, pakken, s'il vous plaît. Alsjeblieft. Ja. Ben niet achterlijk. Nee. Meneer Croissant. Ik heb een lichte achterstand. Mevrouw Bosman. Ik zou graag met de les beginnen. Kijk. Dat versta ik wel. No problemo, begin jij lekker met de les. Ga ik even uitslapen. Goed? Zo'n grote bek. Tuurlijk. Mijn zand is een watje. S'il vous plaît. Oh, sorry. Page 47. Hier staat supercute glittergordijnen. 1000 gouden ballonnen. 1000. Een cupcake taart voor 40 personen. Nou ja, ik hou wel van bakken, dus ik doe die taart wel. En Vera, doe jij dan die Ranja fontein, wat het ook is? Een fontein van Ranja. Dit is het. We moeten ook iets doen wat niet in het boek staat. Maar wat? Misschien moeten we een lied doen. Wat? Een lied. Dat we een lied... Ja, nee, laat maar. Nee. Een afscheidslied, dat verwacht ze nooit. En dat is echt vet persoonlijk. Je bent niet voor niets haar bestie. Cindy gaat sowieso huilen als jij gaat zingen. Ik zingen? Ja, daar gaat ze zeker sowieso van huilen, maar niet omdat... Shit, wat heb ik nou weer bedacht? Vera, dit is echt een briljant idee. En wij gaan je helpen, ja? Oké. Morgen heb ik een opzet, ja? En een probleem. Wat is er met jou? Je ziet eruit of je hulp van je rector kan gebruiken die je beste vriendin weg had. Nou, niet echt. Komt ook echt wel goed, maar... Ja, maar zo ziet het er niet uit. Ja.
Ik ga dus een afscheidsfeest organiseren voor Cindy. Ja, en dat is nogal veel werk. Ja, ja. Ja. Wacht, ik heb een idee. Wat nou als ik toestemming geef om het hier te doen? Hè, bijvoorbeeld in het muzieklokaal. Daar heb je geluidsinstallatie, lampen, er passen genoeg mensen in. Ja, supergoed idee. Graag, mijn favorietste rector ever. Nou, voor mijn favorietste leerling ever heb ik dat natuurlijk wel over. Ja! Ik had echt niet verwacht dat het allemaal goed zou komen. Cindy kreeg echt het allerperfectste feest. Dus jij denkt dat je heel wat bent. Dat ben je niet. Jij bent niemand, helemaal niemand. Dus beter hou je je bek voortaan. Oké? Oké. Ik ben helemaal niet heel wat. Morning. Leuke jas. Deed ze nou weer gewoon aardig? Ja, alles is echt even een puinhoop en ik weet echt even niet meer wat ik moet doen. Au. Gaat-ie. Doe je benen niet meer of zo.